Hi, vandaag ga ik wat leuks doen. Ik ga namelijk naar de Xenos om interieurdingen te shoppen voor mijn kamer. Mijn vorige video was een Q&A waar ik alles vertel over op jezelf wonen en daar heel veel vragen over heb beantwoord. En daarin zei ik dat mijn kamer op dit moment nog niet helemaal af is. Ik miste nog best wel veel organized dingetjes. En nou had ik het geluk dat de Xenos mij heeft benaderd voor een samenwerking. Deze video is dan ook gesponsord door de Xenos. Ik mag bij hun gaan shoppen en leuke dingen uit gaan zoeken voor mijn kamer. Dus dat ga ik vandaag doen. De Xenos heeft op dit moment een nazomer Indian Summer collectie. Dit is met veel bamboe, lantaarns, kunstplanten, serveerplanken en Aziatisch eten. En ik ben daar heel erg benieuwd naar. In de winkel ga ik dus ook zeker even op zoek naar die collectie om te kijken of daar wel even voor mij wat tussen zit. En blijf ook vooral even kijken, want aan het eind van deze video heb ik een hele leuke winactie voor jullie. Oké, genoeg gepraat. Op naar de Xenos. You ready? Yes. Ik vind dit wel heel grappig. Dit is wel echt Lenette. Dat roze erbij. Ja. Gewoon dit witte met dit roze. Dit ben jij gewoon. Daar sta je. Oké, zullen we voor deze gaan? Ik vind hem goed. En dan met deze kaars of zou jij nog verschillende kleuren? Nee, verschillende. Ja, of course. Ik vind deze oprecht nog wel leuk. Ja, vind je wat erbij staan? Oh jongens, ik voel me net een bediende. At your service. Oeh. Lenette, ik ga verhuizen hoor. Het is geweldig. Oh, mijn nieuw home. Zal ik die nemen? Oeh. Zo midden in mijn gang, weet je wel. Oh. Ik wou net zeggen. I'm feeling myself. Vind je hem mooi? Ik vind hem mooi. Ik heb dus al een spiegel in mijn kamer, maar die van mij heeft dus een hele rare bolling. Dus als je ver weg staat, dan word je echt zo'n proepje. Het is echt niet een nachtspiegel. Hij was ook heel goedkoop. Kijk, hier lijk ik gewoon normaal in en geen propje. Dit is je afdeling, hè? Lenette in her natural habitat. Altijd twijfelen over alles. Ik vind eigenlijk wel dat je een kussentje mee moet nemen, want deze zijn geweldig. Deze zijn echt geweldig. Kijk eens achter je, je soortgenoten. Ik mis nog iets heel belangrijks in mijn keuken, namelijk een bieropener en een kurkentrekker. Alcoholist. Jij bent echt een alcoholist, hè? We need tosties. Oh my god, en als we een keer willen barbecuen. Koffertjes klaar. Oh my god! Ben je meer van de paninis of meer van de tosties? Beide. Afwisseling. Ik ben de weegschaal. Oké, we gaan voor de tosti en de wafelmaker. Want we willen ook wafels maken. Zie nou de doos dit. Ja. Maar het staat dat het voor thee is. Ja, het is een theebox. Oh. Ik vind hem wel heel leuk. Dat is wel cute. Hij is wel klein, maar hij is wel leuk. Kan je ook voor sieraden gebruiken? Ja. Nou, en die theepot ernaast? Ja, maar ja, gebruik je echt een theepot in je eentje? Nee. Nee, hè? Nee. Dan moet je gewoon, je bent met twee stappen bij de waterkoker. Ja. En we vieren thuis. Hey, shotjes! Oh, ik lijk echt een alcoholist. Ik val echt van hè? Ja, maar eerlijk, die hebben we nog niet. Maar willen we dan die lange of deze kleine, hè? Ja, die kleine. Keep out. Gamer at work. Oh. Ja, past heel erg bij je. Ja, ja. Die past oprecht bij je. Deze? Ja. Ik vind dit soort kasten dus echt super leuk. Maar ja, dat gaat gewoon niet passen. Kijk er ook naar alsof je het heel moeilijk vindt om ze te verlaten. Het is wel leuk. En als je er nou een kussen op legt, dan zou je hierop zitten. Dat is vet schattig. Ja, daar is het voor gemaakt toch? Het staat bij de krukjes. Past ook wel bij mijn kamer. Zeker. Oké, I take it. Yes. Oké, Lenette heeft net deze mand gepakt. Maar ik sta hier niet te wachten. En ik zie daar opeens een leuke mand bovenop staan. Even wachten tot ze terug is. Zeg maar met dat zwarte er tussendoor. Nee. Je klimt even naar boven. Oh! Ja, deze is veel mooier. Toch? Oké, gaat die andere terug. Gaat ze weer? Het is wel heel groot deze, hè? Lenette in her natural habitat. Ik zit hier ook echt gewoon op de grond. De camera is overleden, dus we moeten het eventjes zo doen. Ik ga voor deze twee vaasjes. Alleen ze hebben hier dus niet echt iets van nep bloemetjes die je erin kan doen. Dus ik neem dit nu gewoon mee en dan hou ik nepbloemetjes denk ik ergens anders. Volgens mij hebben we bijna alles wel, hè? Want we hebben het sieradendoosje hebben we niet kunnen vinden. Ja, of je doet hetzelfde. Ja, dat je alleen voor je sieraden hebt. Ik vind het juist wel leuk. Maar ik wil er bloemetjes op. Ja. Nee, ik neem dit wel gewoon allemaal mee, maar ik ga het niet combineren met elkaar. Maar je kan er sowieso iets leuks mee maken. Ja, precies. Hij is gewoon leuk. Dus we nemen hem mee. Gooi het allemaal maar in de mand. Als extra mandje, why not? We did it. De spiegel. Het is helemaal echt een beetje creatief, maar goed. En dan hebben we hier de mand met alle spullen. We waren €158 kwijt. Ja. Nou, vind ik nog best wel netjes voor alles wat we hebben. Yay. En we zijn inmiddels een paar dagen verder. Ik had het wat druk, maar ik heb nu tijd om al deze spulletjes van de Xenos uit te pakken en neer te gaan zetten in mijn kamer. Wat ik wel al heb gedaan, is de spiegel neergezet. Dit is hoe hij eruit ziet. Naast mijn kledingrek. Hij past er gewoon echt perfect bij. Ik vind hem echt heel erg mooi. Hij is ook echt heel erg lang. En hij heeft niet die rare bolling die mijn vorige spiegel wel had. Dus als ik nu gewoon wat verder weg sta, dan ben ik niet een gek klein bolletje. Dus dat scheelt een hoop. Oké, ik ga nu deze mand eventjes helemaal leeghalen en kijken waar ik wat ga zetten. We hadden natuurlijk als eerst deze schaal gevonden. En die wil ik dus hier zo op mijn tafel zetten. Ik vind het gewoon heel erg leeg en best wel saai op dit moment. Dus ik dacht, zo'n soort schaaltje moet het wel ietsje leuker maken. En daarbij had ik natuurlijk wat leuke kaarsjes gekocht. Ik had nog dit plantje waarvan ik niet helemaal wist waar ik hem wilde zetten. En op zich vind ik hem er wel leuk bij staan. Dus ik denk dat ik het gewoon voor nu even zo hou. Dan had ik natuurlijk het houten krukje die ik naast mijn bed wil hebben. En die wil ik hier zo bij dit lege plekje neerzetten. Gewoon als een soort van extra, ja, nachtkastje interieur idee. En daarvoor had ik dus deze twee leuke vaasjes gekocht. Nou heb ik dus geen... ja, bloemen. Oh, die stickers hieronder moeten ook echt even af. Ja, ik heb dus nog geen leuke bloemetjes gevonden die hierin kunnen. Dus het wordt tot nu toe nog een beetje een leeg kastje. A few moments later. Mijn buurvrouw, slash huisgenootje, slash vriendinnetje, die is net nog even naar Xenos geweest. En die vond deze bloemen. Dus ik heb opeens wel bloemen. Ik heb het meteen ook even veranderd. Hey, daar ben je. Het was middag voor je. Dankjewel, schat. Kijk, wat vind je ervan? Ja. You like it? En dan met dit kaarsje erbij. Ja, ja, ja. Helemaal top. Thank you. Dan heb ik deze mand. En wat nu op dit moment een beetje mijn issue is dat ik hier wat tassen heb staan. Ze hangen hier zo ook allemaal achter mijn badjas, hier zo. Waardoor ik eigenlijk niet heel erg veel ruimte heb voor mijn schoenen. Ik heb hier sowieso nu maar 3 paar staan en wat slippers. De rest is nog bij mijn ouders. En ik wil eigenlijk dit helemaal vol met nog wat andere schoenen die ik heb. Dus wat ik wil is dat ik deze tassen hier in deze mand ga doen. En ik denk dat ik hem... hij past hier net niet tussen. Wacht. Ik zou hem hier zo aan de zijkant kwijt kunnen. Nou, allemaal tassen die passen erin. Ik heb hier dus nu echt een stuk meer ruimte om hier nog meer schoenen kwijt te kunnen. Dus dat is echt super chill. Ik weet niet helemaal of ik dit echt voel qua hoe die nu staat. Ik denk dat ik het voor nu even zo laat. Ik vind het in ieder geval een stuk rustiger en... chiller dat ik hier nu gewoon wat meer plek heb. Dan hebben we, super spannend, de theedoos en de koekjes, trommelpot. However you want to call it. Ja, mijn kastjes zijn echt een mess op dit moment. En ik moet ze even wat meer organiseren. Dus, dit is een begin. Zo, nou, nog niet perfect, maar het lijkt wel ergens op. Minder rommelig dan hiervoor. En alle meubels en leuke interieurdingetjes staan. Ik vind het best wel een challenge als je in een kleine ruimte woont om leuke interieuritems en dingen aan te schaffen. Om je kamer op te fleuren zonder dat het overvol raakt. En ik heb wel het idee dat het goed is gelukt. Ik hou echt van de houten elementen die eraan zijn toegevoegd. En ook bijvoorbeeld de mand, die is gewoon heel erg handig voor organize. En maakt mijn kamer gewoon wat rustiger in plaats van al die tassen die los liggen. Het matcht gewoon allemaal heel erg goed met elkaar. En zo kan je ook zien dat kleine dingetjes wel een groot verschil kunnen maken. Ik hoop dat ik jullie heb geïnspireerd met leuke nieuwe ideeën voor jouw kamer, huisje, studio, waar je dan ook woont. En mocht je nou allemaal dingen zijn tegengekomen die je ook graag wil aanschaffen, dan heb ik iets leuks, want ik mag namelijk een giftcard van Xenos weggeven ter waarde van €150. Wat je daarvoor moet doen is mij en Xenos volgen op Instagram. De linkjes zullen daarvan hier beneden in de beschrijving staan. Deze post op Instagram even van mij opzoeken en liken en daaronder een vriend of vriendin taggen die ook deze giftcard wil winnen. De winactie sluit op 12 augustus, dus zorg ervoor dat je er op tijd bij bent. Ik wil Xenos heel erg bedanken voor het sponsoren van deze video en ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je snel weer. Doei doei!